Schiphol zijn we op dit moment aan het testen met twee elektrische autonome busjes. Het testen met autonome voertuigen, omdat het veiliger maakt. Het maakt het voorspelbaarder en we kunnen onze mensen efficiënter inzetten. Tijdens de testperiode rijden twee busjes altijd dezelfde route. En kunnen medewerkers werkend op Schiphol gebruik maken van deze pendeldienst. Het autonome rijden werkt op GPS-coördinaten. Ze starten bij de doorgang van de medewerkers naar Airside toe. Dan rijden ze naar de schoonmaakdiensten, de kantoren en naar de sleepdienst. Daar stappen de mensen uit en stappen de mensen weer in om weer terug te gaan naar de opstaplocatie. Dit voertuig geeft plek aan 8 passagiers die allemaal moeten gaan zitten. Deze busjes zijn elektrisch en uitgerust met camera's om de omgeving volledig in de gaten te kunnen houden. Het busje rijdt vanzelf, maar er is wel een safety driver aanwezig die kan ingrijpen indien het nodig is. Is er een obstructie, stopt de bus automatisch. Is de obstructie weg, start de bus weer op. Als de test geslaagd is, hoop ik dat we het uit gaan breiden naar meerdere autonome voertuigen en Airside. Om uiteindelijk op een autonome luchthaven te komen.